Een andere afleidingsmanoeuvre van Satan is het veroorzaken van problemen. Ik herinner mij hoe ik een aantal jaren geleden in Duitsland was en tijdens een bidstond kreeg ik een visioen, een gezicht. Ik zag twee mensen die op weg waren ergens naartoe, omdat God hen had opgedragen om daar iets voor hem te doen. Terwijl zij onderweg waren, gebeurde er echter iets. Aan de kant van de weg stonden een paar lege vaten. En plotseling zag ik hoe deze vaten begonnen te bewegen. En zij een hels lawaai begonnen te maken. Ik zag verder dat de twee mensen die op weg waren om Gods opdracht uit te voeren, ook zagen wat er gebeurde. Het wekte hun aandacht op. En ik zag hoe zij stilstonden en naar de vaten toeliepen. Het viel mij op dat zij niet langer meer doorgingen langs de weg die God hen had geboden om te gaan. In plaats daarvan waren zij nu druk bezig om die rollende en bewegende vaten weer op hun plaats te zetten. Maar steeds weer opnieuw rolden die vaten weg. En zo bleven zij bezig om dit probleem van de rollende en bewegende vaten op te lossen. Plotseling echter hoorde ik een stem spreken. Het was de stem van God. De twee mensen staakten hun werk en luisterden aandachtig naar wat God had te zeggen. De Heere bestrafte hen en vroeg waarom zij niet door waren gegaan met de opdracht die hij hen had gegeven. En waarom ze waren afgeweken van de weg die hij hen had geboden om te gaan. Ik zag hoe zij, nadat God tot hen gesproken had, inzagen dat zij fout waren geweest. En de rollende vaten de rug toekeerden. Zij gingen nu weer verder over de weg die God hen had geboden om te gaan, om zo zijn wil uit te voeren. Terwijl zij op weg gingen, zag ik dat de vaten nog steeds heen en weer rolden, maar toen gebeurde er iets wonderlijks. Plotseling zag ik dat de vaten stil bleven liggen. Maar toen ik bleef kijken, zag ik hoe uit de bovenkant van een van die vaten, die bovenkant openging, en hoe daaruit tot mijn grote verbazing een demonische geest over de rand naar buiten keek. Ik begreep dan ook gelijk waarom deze vaten zomaar uit zichzelf heen en weer konden rollen. Het was het werk van Satan, van boze geesten. De vaten bleven daarna netjes op hun plaats staan. Nadat ik dit gezicht had gezien, begreep ik heel goed wat God hiermee duidelijk wilde maken. De twee mensen die op weg waren om iets voor God te doen, zijn een beeld, een type van iedere christen die in gehoorzaamheid wil doen datgene wat God hem heeft geboden om te doen. De rollende vaten zijn een beeld, een type van de door Satan veroorzaakte problemen. Maar waar het in dit gezicht, in dit visioen om ging, is dat God duidelijk wilde maken waarom Satan deze problemen veroorzaakte. Namelijk om de christenen bezig te houden met dingen waar zij helemaal niet mee bezig behoorden te zijn. Door middel van dit gezicht toonde de Heer mij het wapen van de afleidingsmanoeuvre. Want maar al te dikwijls door Satan wordt gebruikt. Wat was er namelijk gebeurd? Door het rollen van deze twee vaten had Satan kans gezien om de aandacht van deze twee mensen af te leiden van de eigenlijke opdracht die God hen had gegeven. Maar ze hadden dit zelf niet in de gaten. En dat kwam omdat zij heel druk bezig waren om het probleem van de rollende vaten op te lossen. Zij zaten niet stil en waren ook niet aan het luieren. Want de waarheid is dat deze man en deze vrouw die ik daar zag in mijn visioen keihard aan het werk waren. Voor zichzelf hadden zij dan ook inderdaad het gevoel dat al het werk wat zij deden werk was voor de Heer. Kijk, u moet iets goed gaan begrijpen. Als zij niets hadden gedaan, zouden zij al snel hebben ontdekt dat er iets niet klopte. Maar omdat zij nu heel hard voor de Heer, want dat dachten zij, aan het werk waren, hadden zij niet in de gaten dat er in hun leven iets verkeerd was gegaan. Ziet u, Satan weet wat hij doet. Hij had hen niet uitgeschakeld, maar hij had hen simpel een ander baantje gegeven, zodat zij nog steeds het gevoel hadden met iets heel belangrijks bezig te zijn. En weet u, mijn broeder en zuster, zo gaat het nu ook in het echt.
Dacht u nu heus dat predikanten en priesters die geen zielen meer tot bekering brengen, maar zich wel verschrikkelijk druk maken over Zuid-Afrika, kernenergie, kernbewapening en andere politieke zaken, in de gaten hebben dat zij door Satan op een zijspoor zijn geleid en geestelijk door hem zijn uitgeschakeld? Wel nee, volgens hun gevoel zijn ze helemaal niet uitgeschakeld, maar juist ontzettend druk bezig. En daar gaat het de duivel nu juist om. Want hij wil dat zij zo druk bezig zijn, zodat zij geen tijd meer hebben om de Bijbel te lezen en om daar hun ware opdracht in terug te vinden. Ik moet denken aan geestelijke leiders die duizenden en soms wel miljoenen guldens of dollars bij elkaar verzamelen om dit geld dan te gebruiken voor projecten die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn in het Koninkrijk van God. U mag best weten dat mijn hart soms gebroken was als ik in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, kerken zag die eruit zagen als kastelen. De vloeren waren bekleed met de meest kostbare vloerbedekking. Overal was airconditioning. De stoelen zagen eruit als fauteuils. De deuren gingen langs elektronische weg open. Het orgel was het meest kostbare wat er maar bestond. En zo kan ik wel doorgaan. Dit soort godshuizen hebben miljoenen guldens of dollars gekost. En dat allemaal terwijl ik met eigen ogen heb gezien en elk jaar weer opnieuw zie hoe er in Azië, Afrika en andere landen nog steeds duizenden christenen zijn, broeders en zusters van ons, die samen moeten komen in een gebouw wat eruit ziet als een varkenshok of gewoon onder een boom, omdat ze helemaal geen kerkje hebben. Mijn hart is gebroken als ik bedenk dat er in India evangelisatiecampagnes kunnen worden gehouden waar letterlijk tienduizenden mensen bij elkaar komen om naar het evangelie te luisteren. Campagnes waar God wonderen en tekenen doet en dat allemaal voor zo'n 15.000 gulden. Dit betekent dat wij voor een bedrag van 2 miljoen gulden, hè, een bedrag wat soms in één kerk wordt geïnvesteerd in Amerika en soms ook wel in Nederland, ja, dat wij voor zo'n bedrag van 2 miljoen gulden in India 134 campagnes zouden kunnen houden. Als wij dan het aantal mensen wat één campagne bezoekt per avond gemiddeld op 30.000 zouden stellen, dan betekent dit dat wij voor hetzelfde bedrag dat soms in één kerk wordt geïnvesteerd in India meer dan 4 miljoen mensen zouden kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie. Dat is ook de reden waarom wij van Stichting Overwinning ons thuisfront, ons kantoor, onze dingen waarmee we ons werk doen zo eenvoudig mogelijk houden. Omdat wij geen verlangen hebben om geld te investeren in allerlei zaken hier in Nederland, terwijl we dat beter kunnen investeren in kostbare zielen op de zendingsvelden. Dit is onze visie. En dat is de reden waarom wij hier in Nederland heel eenvoudig werken en heel eenvoudig zijn. Omdat wij ons geld willen gebruiken niet in grote dure gebouwen en kantoren, maar in zendingswerk. Jezus zal spoedig wederkomen, vrienden. Zielen moeten bereikt worden. En niet nog duurdere gebouwen worden neergezet. Sorry, maar dit is onze visie. Wel, met het geld waarmee soms één kerk wordt gebouwd, zouden wij in India meer dan 4 miljoen mensen kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie. En dat is dan nog maar ongeveer 6% van de totale bevolking van dat land. Ik hoop dat u aan deze cijfers kunt zien hoe hard het nog steeds nodig is om zending te bedrijven. En dat is nu juist hetgene waar de duivel ons vanaf wil houden. Ik hoop dat u begrijpt dat hetgeen ik hier dus zeg niet bedoeld is als kritiek. Want een ieder is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor de dingen die hij doet. Maar wat ik wil doen door het middel van deze studie is, ik wil als een dienstknecht van God, wil ik als iemand die ook de nood van de wereld elke keer maar weer opnieuw ziet,
wil ik u duidelijk maken dat wij heel goed moeten weten wat wij doen. Omdat het wapen van afleiding ook een heel gevaarlijk wapen is. Ik weet dat mensen vaak werkelijk offers hebben gebracht aan de Heer, aan al zulke soort projecten. De Heer zal hen daarom zegenen voor alles wat zij deden. Ook weet ik dat geestelijke leiders die nogal kostbare, maar niet direct noodzakelijke projecten naar voren hebben gebracht, heus niet allemaal bedriegers of oplichters waren. Het waren mensen die werkelijk in hun projecten geloofden en het geld ook beslist niet voor zichzelf gebruikten. Maar dat is het nu juist. De mensen die bezig waren met de rollende tonnen, geloofden in wat zij deden. En ook deden zij het naar hun gevoel en overtuiging voor de Heer. Totdat het woord van God hen duidelijk maakte dat zij toch niet bezig waren met datgene wat God wilde dat zij zouden doen. Denk er maar eens over na. Wat zou nu werkelijk Gods wil zijn voor vandaag? Peperdure projecten, verschrikkelijk dure gebouwen of kerken, enzovoort, enzovoort. Of het bereiken van de miljoenen op het zendingsveld. Het ondersteunen van noodlijdende zendelingen. Het bouwen van eenvoudige kerkjes voor hen die nog helemaal geen kerkje hebben. Het kleden van broeders en zusters die nog in lompen gehuld gaan. En zo kan ik wel doorgaan. Vrienden, wij zullen ons steeds terdege moeten afvragen, waar zijn wij mee bezig? Met dingen die beslist niet noodzakelijk zijn? Of met dingen die wel noodzakelijk zijn? Want vaak wordt, wanneer we bezig zijn met dingen die niet noodzakelijk zijn, wordt datgene wat wel noodzakelijk is naar de achtergrond geschoven of in het geheel niet uitgevoerd. Over grote, dure kerkgebouwen gesproken, wil ik nog wel dit zeggen. Er zijn gelukkig ook dienstknechten van God die tot aankoop van dure gebouwen zijn overgegaan, echt uit pure noodzaak. Omdat zij bijvoorbeeld uit hun gehuurde zaal groeiden, door de sterke groei van hun gemeente. Of omdat hen de huur werd opgezegd en zij geen andere zaal konden huren en daarom gedwongen waren een zaal of gebouw te kopen. Hun hart ging uit naar de nood van de zendingsvelden. Hun gemeenten waren echte zendingsgemeenten. Vele verschillende projecten op de zendingsvelden werden door hen ondersteund. Het aankopen van een duur gebouw was voor hen daarom niets anders dan een zaak van pure noodzaak. Ze hebben van alles geprobeerd om andere oplossingen te vinden. Totdat de Heer hen duidelijk maakte dat het kopen van een duur gebouw de enige oplossing was. En dat hij daarom ook in alle noden zou voorzien. Vaak heb ik gezien dat dienstknechten van God, die op zulk een basis tot de aankoop van dure gebouwen overgingen, hun financiële steun aan zendingsprojecten niet verminderden, maar zelfs vermeerderden. Hoe het mogelijk was, weet niemand. Maar door Gods hulp waren zij in staat om ondanks het dure gebouw dat zij kochten, toch nog meer voor de zending te kunnen doen. Ik hoop daarom dat u begrijpt wat ik bedoel, dat ik echt niet tegen het kopen van dure gebouwen ben, omdat ik weet dat er vaak geen andere mogelijkheid is voor vooruitstrevende gemeenten. Maar, en daar gaat het om, het kopen van dure gebouwen kan ook een valstrik van de duivel zijn, of een afleidingsmanoeuvre, waardoor niets anders dan ruzie en narigheid ontstaat, waardoor gemeenten kapot gaan, en waardoor er geen geld meer overblijft om door middel van zendings- en evangelisatiearbeid de wereld in nood om ons heen te bereiken met de boodschap van het evangelie. Ik zal nooit vergeten deze zendeling die ik in India ontmoette, die uit Nieuw-Zeeland kwam, broeder David Wallace, die mij het droevige verhaal vertelde. Dat hij geen ondersteuning meer kreeg van zijn thuisgemeente in Nieuw-Zeeland. Ze waren gestopt om hem en zijn gezin in India te ondersteunen en ze waren in grote problemen gekomen daardoor. En weet u waarom zijn gemeente gestopt was om hem te ondersteunen? Omdat zij een groot gebouw, een grote kerk hadden gekocht in Nieuw-Zeeland en daar ging al hun geld aan op en waren ze niet meer in staat om zendingswerk te doen. Wel, als er zulke dingen gebeuren, dan breekt mijn hart. En ik zal u vertellen, zulke dingen gebeuren overal
om ons heen. Te vaak, broeders en zusters, heb ik gezien hoe dure gebouwen werden gekocht, omdat dienstknechten van God hoogmoedig werden en het zo nodig vonden om anderen te imiteren. Weet u dat ook gebeurt? Hun kerk werd een waar paleis, zo prachtig en zo mooi. Maar bewogenheid voor de zielen die verloren gaan en voor broeders en zusters die in varkenshokken bij elkaar moeten komen, werd in deze peperdure godshuizen vaak niet meer gevonden. Pas daarom op voor deze afleidingsmanoeuvres van Satan. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen als ik deze dingen uitspreek voor deze microfoon, omdat ik zo vaak de nood heb gezien van Haiti, van Kenia, van India, van Pakistan, van Sri Lanka. Voor een paar weken zal ik weer in India zijn om daar een groot seminar te houden met meer dan 1000 straatarme predikers. Het kost ons duizenden en duizenden guldens om deze straatarme predikers uit te nodigen voor ons seminar. Ik weet niet waar ik het geld vandaan moet halen. Het is een geloofsproject, maar de Heere zal voorzien. Maar weet u, als ik de nood zie van deze mens, weet u, dan heb ik maar één verlangen. En dat is om een zegen te mogen zijn voor de armen van deze wereld. En dat breekt soms mijn hart als ik zie hoe de bewogenheid is weggeëbt uit de levens van vele christenen. En zij alleen nog maar hun geld kunnen investeren in grote, peperdure projecten en gebouwen. Nog luxer, nog mooier, nog geweldiger. Terwijl duizenden en tienduizenden van onze broeders en zusters in varkenshokken met een lekkend dak bij elkaar moeten komen, of soms gewoon onder een boom. Wel, ik heb te veel gezien. Mijn hart is gebroken wanneer ik denk aan mijn broeders en zusters. Straatarme broeders en zusters van de derde wereldlanden. Mijn hart kan het ook niet helpen. Gaat uit naar hen. Vrienden, onze opdracht is oorlog voeren. En dat op de meest efficiënte wijze. Het gaat om de prediking van het evangelie aan de ganse schepping, zoals er staat in Marcus 16 vers 15. Het redden van zoveel mogelijk zielen. Het maken van zoveel mogelijk discipelen. En het onderwijzen van zoveel mogelijk christenen. Totdat zij zullen gaan onderhouden alles wat Christus ons heeft bevolen. Zoals hij heeft gezegd in Matteüs 28 vers 19. Als wij ons dan nog bedenken dat het merendeel van de heidenen die het evangelie nog nooit hebben gehoord in de derde wereldlanden woont. En dat de christenen uit deze landen vaak nog nooit fatsoenlijk bijbelonderwijs hebben gehad. Kunnen wij voor onszelf uitmaken waar wij eigenlijk mee bezig behoren te zijn. Weet u, daarom. Of laat ik het anders zeggen, weet daarom wat u doet. Want het is zo gemakkelijk om zonder dat je het in de gaten hebt met heel andere dingen bezig te zijn. Dan zijn er nog de problemen die Satan voor ons creëert. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat zendelingen en evangelisten vaak zo verschrikkelijk veel problemen moeten oplossen. Dat er van hun zendings- en evangelisatiewerk vaak nog maar weinig terechtkomt. Ook Paulus kon hiervan meespreken. Lees maar eens over wat hij schrijft in 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 23 tot 29. Verder werd hij constant tegengewerkt door de Joden. En als het ene probleem nog niet voorbij was, begon het volgende weer. Ik heb echter geleerd dat de beste methode om problemen op te lossen heel vaak is helemaal niets doen. De Heer heeft ons bevolen om al onze bekommernis op hem te werpen, omdat hij voor ons zorgt. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 6. En als wij dit geloven, mogen wij onze problemen in het gebed tot God brengen en ze daar laten en ze verder vergeten. Op dat moment heeft de Heer onze problemen overgenomen en hij zal ze op zijn eigen wijze oplossen. Terwijl de Heer dan bezig is om onze problemen op te lossen, hebben wij weer tijd
om ons bezig te houden met het werk van de Heer. Dit is echt niet zomaar alleen maar theorie. Want een praktijkvoorbeeld hiervan vinden wij bijvoorbeeld in Handelingen 16 vers 19 tot 40. Paulus en Silas hadden van de Heer de opdracht gekregen om het evangelie in Macedonië te prediken. U kunt dit lezen in Handelingen 16 vers 9. De duivel probeerde hen tegen te werken. En het gevolg was dat Paulus en Silas werden gegeeseld en in de gevangenis werden geworpen. Daar zaten ze dan, met bebloede ruggen, hun voeten in een blok, in het binnenste van een kerker. Ik geloof toch echt wel dat de beide mannen nu geconfronteerd waren geworden met een heel groot probleem. Ja? Maar let nu eens op hoe zij dit probleem aanpakten en hoe dit probleem werd opgelost. In vers 25 lezen wij dat zij begonnen te bidden. Ja? En door het gebed brachten zij hun bekommernissen tot God. Want Hij is degene die voor ons zorgt. Na hun nood tot God te hebben gebracht, begonnen zij te zingen. En waarom? Omdat hun problemen niet langer meer hun problemen waren, maar nu Gods probleem. Ze hadden ze toch aan Hem gegeven? Ja, en als je dat werkelijk gelooft, dan ga je zingen. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Goed, de problemen waren nu Gods problemen. En wat gebeurde er? Er kwam een aardbeving. De hele gevangenis werd geschud. Muren vielen om. Deuren gingen open. Boeien raakten los. En de gevangenen waren vrij. Wonder boven wonder werd er niemand gewond. De gevangenisbewaarder en zijn gehele gezin komt tot bekering en laat zich dopen. En de hele stad Filippi komt te weten dat de God van Paulus en Silas een God is die wonderen doet. Kijk, zo heeft God zijn eigen manier om problemen op te lossen. Ik denk niet dat Paulus en Silas zelf dit zo voor elkaar hadden kunnen krijgen. God weet wat hij doet. Wat deed Petrus toen hij in de gevangenis zat en Herodes de volgende dag zijn hoofd eraf wilde hakken? Hij deed helemaal niets. De Bijbel zegt, moet u je voorstellen, hij lag gewoon te slapen. En het enige wat er gebeurde was dat de christenen voor hem aan het bidden waren. Zou u kunnen slapen als u wist dat de volgende dag uw hoofd eraf gehakt zou worden? Petrus wel, lag daar gewoon te slapen en de christenen die baden voor hem. En wat deed God? Hij zond een engel. En zo werd Petrus door een wonder de gevangenis uitgeleid. U kunt dit lezen in Handelingen hoofdstuk 12 vers 1 tot 19. Nog een voorbeeld. Welk advies gaf Mozes aan de Israëlieten toen zij voor de Schelfzeezon stonden en de farao er in de verte aankwam met het doel om het volk als slaven terug te voeren naar Egypte? Wij lezen dit in Exodus 14 vers 13. Mozes zei heel eenvoudig: jullie moeten helemaal niets doen dan alleen maar kijken naar wat de Heere voor jullie zal gaan doen. En zo gebeurde het. Het volk deed helemaal niets. Mozes strekte zijn staf uit over de zee. De zee spleet in tweeën en er ontstond een droog pad waardoor het volk naar de overkant wandelde. En toen farao met zijn hele leger hen achterna kwam, sloot de zee zich weer en zo kwamen alle Egyptenaren om. U ziet, zo heeft God zijn eigen manier om problemen op te lossen. Mozes en Aaron hadden dit nooit zo kunnen doen. Zo ging het ook in het gezicht wat de Heer mij gaf in Duitsland. Zolang deze twee mensen, die man en die vrouw, nog krampachtig bezig waren om het probleem van de rollende tonnen op te lossen, gebeurde er niets. Zij verspeelden verschrikkelijk veel energie, maar het probleem bleef, want daar zorgde de duivel wel voor. Maar toen zij geen aandacht meer aan het probleem schonken en als het ware het probleem als het ware overgaven in de handen van God, en zij zelf weer doorgingen met het werk waar God hen in werkelijkheid voor geroepen had, hield het probleem vanzelf op. Vele malen heb ik in de praktijk van mijn leven ervaren dat dit Bijbelse principe echt werkt.
Vroeger heb ik mij vaak bezig gehouden met het oplossen van allerlei problemen hier in Nederland, maar ook op de zendingsvelden. Het resultaat was dat ik vreselijk druk bezig was, maar de problemen bleven gewoon, of kwamen na een tijdje weer terug. Maar tevens had dit tot gevolg dat ik bijna geen tijd meer had voor de prediking van het evangelie, door de massa's problemen die ik altijd maar moest oplossen. Op een dag kreeg ik echter in de gaten dat de duivel bezig was om een spelletje met mij te spelen. Ik heb toen resoluut met de probleemoplosbediening gebroken en ik heb alle problemen gewoon bij de Heer gebracht en ze daar gelaten. Vanaf dat moment, vrienden, heb ik een doorbraak gezien in mijn bediening. Nog nooit had ik tot zoveel mensen gesproken om hen de boodschap van het evangelie te brengen, als toen ik de problemen had overgedragen aan de Heer om mijzelf weer helemaal bezig te houden met het werk waartoe God mij had geroepen. En weet u wat het wonderlijke is? Heel veel problemen die ik zelf nooit had kunnen oplossen, werden nu stuk voor stuk opgelost door de Heer zelf. Prijs zijn wonderbare naam. U moet dit alles natuurlijk ook niet verkeerd begrijpen. Want soms kan het gebeuren dat God zelf tot ons spreekt en ons de opdracht geeft om ten aanzien van een bepaald probleem een bepaalde actie te ondernemen. Kijk, als dat gebeurt, ligt alles anders, want dan zijn wij niet meer met dat probleem bezig, maar God zelf. Omdat wij alles wat wij doen in opdracht doen van Hem. Dan zijn wij er niet meer mee bezig, God is er mee bezig en Hij gebruikt ons alleen maar als instrumenten waardoor Hij tot zijn doel komt. Ziet u? Kijk, zo kreeg bijvoorbeeld Jozua de opdracht om een leger klaar te maken en de Kanaanieten met het zwaard te verslaan. We lezen dit in Jozua hoofdstuk 11 vers 1 tot 15. Dit is heel wat anders dan niets doen en alleen maar toekijken naar wat God doet. Maar het geestelijke principe blijft hetzelfde. Want zowel Mozes als Jozua handelden beiden in opdracht van God. Tot de een zei God, doe helemaal niets, kijk alleen maar toe. En tegen de ander zei God, bouw een leger. Maar beide mannen luisterden naar de opdracht van God. En de overwinning die Jozua behaalde door hard te vechten, werd daarom alleen maar behaald omdat God met hem was. Het geestelijke principe is daarom dit. Breng uw problemen bij God. Laat ze daar en probeer ze te vergeten. Ga dan zelf weer door met het werk waarvoor God u heeft geroepen. En u zult zien hoe God zelf uw problemen zal oplossen op een manier zoals u het zelf nooit zou hebben gekund. Maar er is één uitzondering op deze regel en dat is, het kan gebeuren dat nadat u uw problemen bij God hebt gebracht, de Heere u de opdracht zal geven om bepaalde dingen zelf te doen. Doe dan precies wat God u heeft opgedragen en u zult zien dat ook op deze wijze uw problemen zullen worden opgelost. Denk hierbij aan Petrus, die door een wonder uit de gevangenis werd gered. Maar hij moest wel zelf zijn jas aandoen en zijn sandalen aantrekken en de poort uitlopen. Dat moest hij zelf doen. Leest u het maar na in Handelingen hoofdstuk 12 vers 7 tot 11. God deed veel, maar hij kreeg ook de opdracht om zelf iets te doen. Verder is het dan nog zo dat uw problemen niet altijd worden opgelost op de manier zoals u het graag zou willen. En soms lijkt het erop dat ze helemaal niet worden opgelost. Maar ik kan u vertellen dat wat er ook gebeurt, als u uw bekommernissen op de Heer werpt, Hij voor u zal zorgen. Want dat is wat zijn woord ons heeft beloofd. Sta de duivel daarom nooit toe om u door middel van problemen af te leiden van datgene wat God u heeft bevolen om te doen. Dan zijn er tot slot nog allerlei andere afleidingsmanoeuvres. De telefoon gaat steeds als je iets voor de Heer wil gaan doen. Of er komt net iemand op bezoek. Je krijgt een uitnodiging om ergens heen te gaan, net als er een openluchtdienst wordt gehouden. Je wil de Bijbel gaan lezen en plotseling herinner je je allerlei dingen die je nog in huis moet gaan doen.
Of iemand belt op om je te vertellen dat er net zo'n prachtig mooi programma op de tv is begonnen. Er moet toch nodig ook nog iets aan de auto worden gedaan. En het hekje van de tuin zou eigenlijk ook gerepareerd moeten worden. En dat allemaal als je net van plan was om te gaan bidden. En zo kan ik wel doorgaan. Opnieuw spreek ik uit eigen ervaring. Want u moest eens weten hoe dikwijls ook ik afgeleid ben geworden tijdens het schrijven van boeken of tijdens het maken van een studie zoals deze. Eén van de dingen waar de duivel ontzettend goed in is. Vrienden, luister goed. Waar de duivel ontzettend goed in is, is het roven van onze tijd. Vaak zijn wij met zo ontzettend veel dingen bezig. Ons huis, de auto, onze hobby's, tv-programma's, het lezen van boeken, enzovoort, enzovoort. Sommige dingen waar wij mee bezig zijn, zijn echt heel belangrijk. Andere dingen zijn eigenlijk totaal onbelangrijk. Maar hoe het ook zij, wij zullen onszelf toch de vraag moeten stellen. Hoe vaak zijn wij bezig met het koninkrijk van God en de uitbreiding daarvan? Met het lezen en bestuderen van Gods woord zelf en met gebed. Als blijkt dat wij daar eigenlijk toch niet zoveel mee bezig zijn, mogen wij weten dat Satans wapen van afleiding in ons leven heel effectief werkzaam is. En dat wij in onze strijd tegen het rijk der duisternis eigenlijk de nederlaag hebben geleden. Helemaal tot slot van deze studie wil ik u nog extra waarschuwen voor de invloed van de tv op uw leven. Op zichzelf is de tv niet verkeerd. Maar omdat veel mensen geen macht blijken te hebben over de aan-uitknop van hun tv, wordt diezelfde tv een machtig wapen in de handen van Satan. Ten eerste vanwege het vuil en het verderf dat via de beeldbuis onze huiskamer en via onze ogen onze ziel binnenkomt. Maar ten tweede ook omdat de tv een van de grootste tijdrovers is die Satan ooit heeft gebruikt. Geloof mij, zolang die tv aanstaat, heeft u geen tijd om de Bijbel te lezen en uw ziel te voeden met het woord van God. Ook heeft u geen zin meer om u af te zonderen om te gaan bidden, zolang er zo'n spannende film of zo'n interessant programma aanstaat in uw huiskamer. Ook wordt het wat moeilijker om 's avonds weg te gaan voor het doen van evangelisatiewerk. Omdat het toch eigenlijk veel gezelliger is om onder het genot van een kopje koffie naar de vervolgserie op de tv te kijken. Wees daarom op uw hoede voor dit instrument dat zo machtig door Satan wordt gebruikt in zijn strijd tegen de gemeente. Ten derde wil ik u nog wijzen op de eenzaamheid die er vaak komt in vele gezinnen. En ook weer vanwege deze tv. Moeder is de hele dag alleen thuis. De kinderen komen uit school en gaan spelen of huiswerk maken. Daarna komt vader van zijn werk en er wordt gegeten. En dan 7:15 wordt de tv aangezet. Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Want het hele gezin kijkt naar de buis. Onder het kijken wordt er dan nog wat van tevoren klaargemaakte koffie geschonken. Uit de, u weet het wel, de speciale tv-kan. Om 11:00 gaat de tv uit en dan gaat het hele gezin naar bed. Op deze wijze heeft de tv alle aandacht van het gezin opgeëist, met het gevolg dat de verschillende gezinsleden bijna geen aandacht meer hadden voor elkaar. Op deze wijze zijn vele mensen, vaak zonder dat zij het zelf in de gaten hadden, verschrikkelijk eenzaam geworden. Wel, het is daarom ontzettend belangrijk om aan deze dingen te denken. Wees opmerkzaam op het wapen van de afleiding dat Satan zo vaak met groot succes gebruikt. Ik weet, soms is er gewoon niet onderuit te komen en moeten wij bezig zijn met dingen waar wij eigenlijk liever niet mee bezig zouden willen zijn. Soms is het een hele strijd en ziet de duivel werkelijk kans om door middel van allerlei dingen onze tijd te roven. Maar voor zover wij het kunnen helpen, zullen wij moeten proberen om bezig te zijn en te blijven met die dingen die God ons heeft opgedragen. Vrienden, wij zullen oorlog moeten voeren en geen kerkje spelen. Want ook dat kerkje spelen is een van de afleidingsmanoeuvres van Satan. Oké, nu wil ik verder gaan
om te spreken over een ander heel belangrijk wapen wat Satan gebruikt in zijn strijd tegen de gemeente. Het is het wapen van materialisme. Een van de grote beloften die God ons heeft gegeven is dat hij ons zal zegenen wanneer wij luisteren naar zijn stem en doen wat hij ons gebiedt. We kunnen dit lezen in Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 1 tot 14. Deze zegen is niet alleen een geestelijke zegen, maar ook een materiële zegen, zoals heel duidelijk blijkt uit Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 1 tot 14. Ja, maar zegt u misschien, dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament ontvangen wij alleen maar geestelijke zegeningen. Toch is dat niet waar, want lees maar wat er staat in Marcus hoofdstuk 10 vers 28 tot 30. Hier zegt Jezus dat als mensen vanwege het evangelie alles prijsgeven, zij ook alles weer honderdvoudig terug zullen ontvangen. Ja, zegt u dan misschien, in de hemel zullen wij ons loon ontvangen. Nee, dat staat er niet. Er staat hier dat wij in deze tijd alles terug zullen ontvangen. En onder die dingen die wij terug zullen ontvangen, zijn ook huizen en akkers. Ze worden hier met name zo genoemd, lees het maar eens na. Zo ziet u dat de zegeningen die wij van God ontvangen, ook in het Nieuwe Testament, niet alleen geestelijk zijn, maar ook materieel. Het Nieuw-Testamentische principe is dus eerst alles verlaten, Marcus 10 vers 29, en dan alles weer terug ontvangen, Marcus 10 vers 30. Maar zegt u misschien, dat is ook gek, waarom zou God van je vragen om eerst alles te verlaten, terwijl hij van plan is om later alles weer terug te geven, zodat je toch niets tekort komt? Leest u maar Lucas 22 vers 35 en 36. De reden waarom God wil dat al zijn kinderen, tenminste diegenen die discipelen willen zijn, alles zullen verlaten, zie vooral Lucas hoofdstuk 14 vers 33, is omdat hij wil zien op welke God wij ons vertrouwen hebben gesteld. Geld en bezit zijn voor vele mensen namelijk klinkklare afgoden. Ik ben vele malen in India geweest en daar heb ik de miljoenen afgoden met mijn eigen ogen gezien. Poppen van hout en van steen waar de mensen hun vertrouwen in hebben gesteld. Deze poppen moeten ervoor zorgen dat de mensen niet ziek worden, dat het goed gaat in hun gezin, dat zij genoeg te eten en te drinken hebben, dat hun zaak en business goed gaat, enzovoort, enzovoort. Wat zijn wij blij dat wij in Europa niet zoveel miljoenen afgoden hebben. Maar weet u, de Heer heeft mij laten zien dat er ook in Europa vele afgoden zijn. Het zijn dan wel geen afgoden van hout en van steen, want daar zijn wij veel te ontwikkeld voor om daarin te geloven. Maar het zijn wel andere dingen naast God, waar miljoenen hun vertrouwen in hebben gesteld. Ik moet denken aan de techniek en de wetenschap. Hoeveel zijn er niet die geloven dat de wetenschap en onze technische kennis in de toekomst uiteindelijk al onze problemen zullen oplossen? En er wordt helemaal geen rekening meer gehouden met de God van hemel en van aarde. De God die in staat is om ook zonder onze hulp en wetenschappelijke kennis al onze problemen op te lossen. En die dat ook zeer zeker zal doen, vooral als Jezus wederkomt. Ziet u, op zichzelf zijn de wetenschap en de techniek geen verkeerde dingen. Zo is het ook met de medische wetenschap. Maar op het moment dat wij ons vertrouwen gaan stellen op deze dingen, in plaats van op de levende God die ons al deze dingen heeft gegeven, zijn het afgoden geworden. En ik zal u zeggen dat al diegenen die op deze dingen hun vertrouwen hebben gesteld, al diegenen die dat doen, zijn geen haar beter dan de afgodendienaars van India. Maar op dit moment gaat het niet over wetenschap en techniek, maar over materialisme.
Want ik wil dat u zult weten dat alhoewel geld en bezit in zichzelf geen verkeerde dingen zijn, en zelfs zegeningen zijn die God ons heeft gegeven, het toch zo is dat wanneer wij ons vertrouwen gaan stellen in ons geld en in ons bezit, deze dingen, ons geld en ons bezit, klinkklare afgoden zijn geworden voor ons. En een gruwel in Gods oog. Ja? Kijk, en dat is nu de reden waarom God wil dat wij alles zullen verlaten. Want dan wordt namelijk openbaar wie onze God is.